It's a morning of day 46, and my last day. This afternoon I will end up at Temple One, and I have no clue how I feel. It's very strange. I think I'll do it in Dutch. Ik heb vannacht heel diep geslapen, ik heb veel gedroomd. Ik ben na omstandigheden laat wakker, om 6 uur. En, ik weet het niet. Het is, ik zit hier te kijken naar de nu lege objecten van mijn herinnering. Alles heeft een betekenis, dat is heel leuk om te zien. Dat je zo aan objecten kunt hechten. Echt elk ding, daar heb ik 7 weken mee geleefd. En ik heb er heel dicht op gezeten natuurlijk. Het was het enige wat ik had. En ik geloof dat het enige vreemde aan deze dag en aan deze reis, aan het einde van deze reis is dat ik gewoon met heel veel herinneringen zit. Die allemaal niet zijn verwerkt. Nog niet zijn verwerkt. En dat maakt het zo vreemd. Dat maak je normaal helemaal nooit mee in je leven. Meestal gaan de dingen in een redelijke dosering. En dit is. Dit gaat heel. Ja, je hebt geen tijd om te verwerken. Omdat je de volgende dag alweer wandelt. Dus het stapelt zich in feite op. En het is ook geen vervelend gevoel. Het is niet zo dat ik. Ik ben niet overmatig treurig of zo, of opgelucht. Dat is het eigenlijk ook niet. Ik heb heel erg zin om vandaag te wandelen, ook al is het een hele rare dodenrit ook, soort van. Want het is een soort van onvermijdelijkheid. Ik kom zo meteen aan één en dan is het gewoon echt over. Maar dat betekent niet dat ik geen zin heb of zo, zou ik maar zeggen. Maar het is ook niet zo dat ik normaal weer op stap ga. Dus ik weet niet wat het eigenlijk wel is. Ik geloof dat de prater eindelijk een keer niet weet hoe die iets onder woorden moet brengen. En misschien moet ik dat ook maar zo laten. Ik zei gisteren in de. Sprak ik in op mijn recorder dat ik me compleet voel. En dat is inderdaad zo. Dat heb ik al een paar keer zo geformuleerd voor mezelf. Maar ik weet niet precies wat ik daarmee bedoel, maar het voelt wel zo, compleet. Ik voel me echt compleet. Het is echt met stip de belangrijkste reis uit mijn leven tot nu toe. En het is ook absoluut geen vakantie, daar had Dennis gelijk in, toen hij dat schreef aan mij. Het is geen vakantie dit, het is absoluut geen vakantie, dit is echt een reis. En die heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt, ik ben altijd op vakantie geweest. Ja. Nou, laat ik het hier maar bij houden, want ik ga mezelf natuurlijk weer lopen herhalen. It's May 23, day 46. It's my last day of hiking. Going from 10 to Temple 1. And I'm just passing Temple 9 that I visited on April 9. Early morning. Before opening time, it was still very dark. I just slept among the gods. At Temple 8, and now I'm here again. New people coming in. Life just continues. Goodbye, Temple 9. And here is Temple 7 again. The temple that has a Buddhistic restaurant across the street. Where, stupidly enough, I ordered noodles with meat and a Coca-Cola.
but I learned my lesson. Let's see if I can sit here again because I'm hungry. No, closed. Hello, Temple 6. Where last year, when I did this the first time, I slept in that bell tower. And this year I couldn't find a sleeping place, so I ended up at 8. And now I just want something to eat. Temple 3 again, the temple where last year when I did this pilgrimage for the first time, I've been waiting for an hour late night for someone who would pick me up for a sleeping place, but he did not show up. Finally, I found myself a hotel very late night, and I like the temple. Anyway, I'm leaving it at the backside. I just want to be there for a little while. And goodbye, Temple 3. And hello, Temple 2. Good luck. お忘れ物などなさらないよう身の回りを今一度お確かめください。本日も
It's funny, I'm here at the Nikko Kansai Airport Hotel. Tomorrow I leave. And since I work for an airline, I'm used to these kind of hotels. And within seconds, I move and I feel and I think and I do, as I always do in my work. And then all of a sudden I look outside and I see those misty mountains. It's not Shikoku, but it could be Shikoku. And suddenly I feel the load of 7 weeks. Because it changed me, but I don't know how and I don't feel it yet. But it did, it's in my system. So whoever's going to do this pilgrimage, prepare yourself for a heavy time afterwards. And maybe you process it better than I do, but I am not really good in this kind of stuff, I know. So the coming weeks will be strange. And let's see how I'm going to process it. But I have a funny feeling that I will be on Shikoku again. I've been here last year and I remember the hunger that I felt to go here again, and now I am leaving and I feel that hunger coming up again seconds after leaving the island. Who knows? We'll see. This was Shikoku.